Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars, trying to find me. Pray for delivery each day until three. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Now everybody, oh Lord, won't you buy me? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Under my wheels, looking back at my life, so many crazy summer fields. Oh, 65, I was 17, and I climbed the 101. I don't know when this road became the goal. I'm running on, running on, running on empty, running on. Running behind, see me running behind.
desire. Peace came upon me, yeah. It made me weep. So sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe, and to love you. All I need is the air that I breathe, and to love you. All I need is the air that I breathe. Some guitar. Gaat het wel goed, hè? Heeft iemand een antafuur voor? Zeg maar normaal, dan is het podium wat hoger. En zeg maar, ik ben eventjes, oké, sexy. dit is de show Jet Rebel eert zijn helden. En Jet Rebel eert zijn helden is een show waarin Jet Rebel zijn helden eert. En ja, joh, dit is show 26 voor ons. En het is één groot feest. Het is echt heerlijk om te doen. Het is zo fijn om die liedjes waar ik zoveel van hou en die artiesten waar ik zoveel van hou te eren. Dus ja, die kans grijp ik gewoon met volle teugen en ik speel alles wat ik mooi vind. Dat is basically wat er gebeurt. Ja, want zo had je dus net al Janis Joplin, Jackson Brown en toen de Hollies. Dat is geen slecht begin, lijkt me, toch? Nee, in feite moeten we dan alleen nog Rob de Nijs en dan kunnen we naar huis. Dus, jullie hebben Ruud Gielen ontmoet net, toch? Knappe jongen met de snor. Heerlijk. Ruud had wat huishoudelijke mededelingen. Ik heb ook een paar huishoudelijke mededelingen, maar die... ja, normaal staat daar een soort... gouden tafel met parels en diamanten waar ik op mijn ochtendurine opzet. Dus ochtendurine met ijs, maar niet uit. Maar ja, mijn huishoudelijke mededelingen zijn eigenlijk heel simpel, maar het gaat over geluiden uit de zaal. Geluiden uit de zaal zijn namelijk heel erg welkom in deze show. Ah, dat is geen goud, hè, Ruud? Werkt wel. Okay. Wil je proeven? Nee, maar ja, want het is een beetje omdat we zo dicht bij elkaar, we zitten echt dicht bij elkaar, hè? Het is echt heel intiem allemaal dit. Dus ik kan jullie bijna ruiken. Sommigen ruik ik serieus, maar dat is niet.
Nee, maar geluid is vanuit de zaal. En ja, kijk, weet je wel, kuchen, zoals je net al hoorde, iemand die ging bijna dood. Maar nee, moet je geen grapjes over maken. Nee, maar dat hoort gewoon een beetje bij. Dus ik zou zeggen, ga niet de hele tijd een show zitten luisteren. En denk, ja, ik moet kuchen, maar ik wil het niet, weet je wel. Kuch dan maar een beetje en dan is het klaar. Ja, toch? Ja. Ja, niet klaar met leven. Hè. Dat is jullie zieke geest hier ook. Nee, maar kletsen tussendoor liever niet. Laten weten dat je het leuk vindt. Genotsgeluidjes over woe, yes. Helemaal te gek. Klappen, dat is een moeilijke. Want ja, klappen, dat voelt heel enthousiast. Maar het is lastig, want ik ben het mee eens. En als mensen dan stoppen met klappen, dan valt het weer helemaal in elkaar. En daarnaast, zeg maar, Nederland staat niet bekend om... Ja, en ik weet dat dat niet geldt voor Ede, want hier, jullie klappen allemaal heel swingend, weet je wel. Maar ja, morgen ben ik in Os en dan gaan ze zeggen, oh, in Ede mochten ze wel klappen, hè? Nee, dus tussen de nummers door graag. En meezingen, heel, heel erg graag. Echt meezingen. Meezingen is te gek. Ook als je niet kan zingen, ook als je niet echt durft, een beetje neurien of zo. Ik heb echt mensen na deze show gesproken die zeiden, oh, ik heb zo lekker lopen zingen. Dat is gewoon, dan kunnen we het toch een beetje samen beleven, toch? Ja. Nou, dat was mijn verhaal. Dan hou ik gewoon de rest van de avond mijn mond. Wow. Out on the road today, saw a dead
back, you can never look back. Oh, and I don't understand what happened to our love. Oh, those days are gone forever. I should just let go, but I can see you still. Your brown skin shiny in the sun. Oh, you got your hair going back in. Thank you.
My time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling like. And now the sun is coming up. Oh, I'm riding with Lady Luck. Yes, I do. Freeway, cars, and trucks. Oh, yes, Lord, Lord, Lord. Stars beginning to fade. Ja, dat is het ding met in je eentje een show doen. Dan heb je soms even een momentje dat je een beetje moet drinken. Of even een ander instrument moet pakken of zo. En theaterpubliek, en dus, dat hoort zo, hè? Dat heb ik ook niet verzonnen en jullie ook niet. Maar die klappen een beetje zo. Heel goed, ga maar weer door. en dan krijg je van die ongemakkelijke stiltes tussendoor. En ik heb vanaf het begin af aan met mezelf afgesproken, omwille van mijn eigen nachtrust, dat de ongemakkelijke momenten voor jullie gaan zijn, maar niet voor mij. Ja! Ja! Ja. Dus, geniet ervan. Yeah. Oh, maar ik heb het naar mijn zin hier. Hebben jullie het een beetje naar mijn zin? Yeah. Now let's have some fun. Oh, yeah, it's overwhelming.
GMT. Something underneath my breath, and she studied the lines on my face.
I must admit I felt a little uneasy. But you bent down to tie the laces of my shoes. Oh, now I'm tangled up in blue, babe. Yeah, what she did, she did a burner on the stove. She offered me a pipe. I never thought you'd say hello, she said. You look like the silent type. Then she took out a book of poems. She handed it to me. Written by the table, 13th century. And then every one of them words rang through and burnt like corn coal. Written off of every page like it was written in my soul. For me to you now, all tangled up in blue, babe. So I lived with them on Montague Street, in a basement down the stairs. There was music in the cafes at night. The revolution, yeah. Then he started to deal with sleep. Something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And then when finally the bomb fell out, I became withdrawn. Only thing I knew how to do, skip on. So now I'm going back again. I got to get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. It seems some are mathematicians and some are carpenters' wives. Don't know how it all got started and I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same. We just started from a different point of view. Tangled up in blue. Different sets of circumstances. I'm a ball out in the studio, and you're out.
Als ik soms een beetje tussendoor iets zeg,
dan heb ik het tegen Joost Muller. En Joost Muller is geluidsman, extraordinair. Dus ja, wat kan ik hem zeggen? Hij heeft mooi haar, ruikt lekker, stoer. Ja, het is een geweldige gast. Geef hem een fucking groot applaus. Dus Joost Muller met geluid. Yeah. En dat is uitzonderlijk, hè? Want dat, normaal gesproken zijn er twee mensen. Maar Joost Muller doet het in zijn eentje. Die maakt jullie geluid, maar die maakt ook mijn geluid. En jullie zijn een diva, maar ik ben ook een diva, weet je? Maar Joost Muller is ook een diva. Soms zet hij bij mij iets schots en scheef. Zet hij het gewoon verkeerd, zodat ik in het praatje daarna een applaus voor hem regel, weet je wel? Zoals Joost Muller ook weer. Ken je al langer dan vandaag, Joost? Nee, het is mooi aan deze tour, want ik doe dus geen avond hetzelfde. Er zijn altijd nieuwe nummers en de setlisten gooi ik om en zo en ik hou het uitdagen. Maar het publiek is natuurlijk ook anders. Je weet nooit precies hoe een zaal gaat reageren. De ene avond is er heel veel enthousiasme, maar de zalen zijn ook heel anders. Nee, dat was geen grap. Dus, maar je mag wel lachen hoor. Dat is gewoon... anyway, de zalen zijn ook heel anders. Dus wij komen steeds op plekken en de ene zaal die heeft heel veel galm. En de ene zaal die is heel droog en alles is heel dichtbij. En dan zijn er nog allemaal nuances daartussenin. En deze zaal heeft een heel bijzondere akoestiek. Ik weet niet of dat voor jullie overkomt. Maar dit is eigenlijk voor een zaal van dit formaat best wel een grootse mooie klank, toch? En ja, daar zijn wij dan mee bezig en dat heeft zijn uitdaging, maar dat heeft ook zijn charmes en zijn dingen. Ik ga daar dan op inspelen met de liedjes die ik speel. Dus ik vind het mooi om dan dit soort gedragen dingen te spelen. Dat past goed bij die ruimte, toch? Ja, prachtig. Beter dan dat ik gewoon, pap, weet je wel? Nee. Malapap is blond. Maar, anyway, dat soort liedjes doe ik dan graag. Of tenminste niet specifiek mallebappen, maar... Nee, anyway, dit gebeurt altijd. Dan ga ik een beetje grappen maken. Dat is, eigenlijk gebeurt dat gewoon wanneer ik het naar mijn zin heb. En wanneer ik me op mijn gemak voel. Yeah. Yeah. Ja, echt. Het is een best spannende show, zo in je eentje op het podium, hoor. Het is best wel spannend. En het is ook een beetje een raar ding van, ik denk, nou, leuk, ik ga mijn helden eren, ik ga zo'n tour doen, komt allemaal goed. Maar het is best wel een uitdaging, want het is niet zozeer liedjes spelen van mensen die ik vet vind. Ik noem die tour Jet Rebel eert zijn helden. En dat is best wel dat lat hoog leggen voor jezelf in de zin van, ik hou met heel mijn hart van de muziek die ik speel. Dan wil ik het wel gewoon goed doen, weet je wel. Dan wil ik er wel iets bijzonders van maken. Dus ja, spannend. Anyway, hoe gaat het met jullie? Lekker! Hoe is Ede? Wie komt er uit Ede eigenlijk? Ja? Is het een fijne plek? Ze zijn niet heel enthousiast hier. En wij doen deze tour op 41 plekken in Nederland, dus we komen echt overal. Dus ik kan uit ervaring spreken, ja, mocht je het hier niet leuk vinden, zijn er op zijn minst nog 40 andere. Nee, ik vind het hier wel fijn eigenlijk. Wel een goede sfeer. Ja, nee, maar wij doen altijd even een wandeling na het eten en dan krijg je ook echt wat te zien. Ja. Maar in dit geval heb ik vooral het winkelcentrum gezien. Ja, heel knappe mannen inderdaad. Ja, toch? Niet? Dat is toch een beetje waar jullie onbekend zijn? Knappe mannen. Nou komt het hele comedy stuk even tussendoor, hè? Ik zit net zo van mooie gedragen liedjes spelen in een mooie akoestiek. En nou gaat hij hoor, geintjes. Ja. Maar ik ben echt een waanzinnige wereldklasse gitarist, maar ik kan niet zo goed stemmen. Dat is een beetje mijn issue. Echt hoor, ben ik echt.
Niet zo'n goede stem. Sfeer zit er lekker in, toch? Ja. Gaan we na de show allemaal naar de Mr. Bojangles? Zie? Ja. Ik wandel en ik let op. Zit daar bij, is dat een boni? Wat daar? Deze gitaar moet gewoon even perfect zijn voor het volgende nummer. Ik vind het volgende nummer een beetje spannend. Het is een nummer waar ik erg veel van hou en dan wil ik het mooi doen. Mag wel, toch? Graag, ja. Thanks.
like I owe it. Thank you.
our time, we got to Woodstock. We were half a million strong. Everywhere was a song and a celebration. Dreamed I saw the bomb with that bleach riding shotgun in the sky. Dat is trouwens ook een Joni Mitchell nummer, dat eigenlijk, hè? Zo'n Joni Mitchell nummer, dat heet Woodstock. Dat staat op die plaat Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. En de grap is, Joni was zelf helemaal niet op Woodstock. Maar, of tenminste, grap, ik weet niet. Ik ga niet stuk, zelf, daarom. Ik maak zelf betere grappen dan Joni Mitchell. Maar, nee, anyway... Ja, ik weet niet. Ik vind het vet aan zo'n tijd. Want Joni had dat waarschijnlijk net geschreven. En bam, het komt op een plaat bij hun. En dat geeft echt een sfeer van muzikanten die gewoon echt ja, fan zijn van elkaar. Ook in dezelfde era, weet je wel. Ik ben allemaal artiesten, op zijn minst uit mijn jeugd, aan het eren. Maar de meeste echt van 40, 50 jaar geleden en zo. En dan voelt zo'n soort, ja... Weet je wel, die gewoon allemaal zo van, wow, heb je dit gemaakt? Fucking vet, weet je wel. Ja. Ja. Het is wat, hè. Zal ik daar gewoon een punt zetten in die zin? Het is net zo gezellig namelijk. Oké. Anyway. Hele stomme gitaar. Wisten jullie dat? Ja. Vet toch?
I'm in love. I'm in deep, yeah. You can try to come closer to me. Dus hoe geluidstechnici met elkaar communiceren. Dat was mooi trouwens, hè? Elvis Costello. Wauw. Toch? Wauw. Fans van Elvis? Ja. Yeah. En Elvis Costello? Is grappig, ik had eens een keer deze tour een ander nummer van Elvis Costello gespeeld. Maar dat speelde ik volgens mij na een Elvis Presley liedje. Toen zei ik ga nog een nummer doen van Elvis. Ja. En toen ging dat spelen. Toen had je gewoon een heel nummer lang. Iedereen zei, hè? Die is gek. Jet is gek geworden. Nou ja, komt wel goed. Het is gewoon een extra uitdaging voor mij als ik niet kan horen wat ik speel. Hoe klonk het? Of ik doe gewoon een nummer met heel veel rare, moeilijke akkoorden, zodat het minder opvalt. Als ik een fout maak.
Dat is een grap. Alle nummers hebben maar moeilijke akkoorden. Even kijken. Ik zit heel eventjes met mezelf bezig, want ik kan deze hoed op twee manieren dragen. Met die rand zo naar beneden. Nee, dat weet ik, want er zeggen zo mensen tegen me. Het was een leuke optreden, maar we konden je ogen niet zien. Je hebt zulke mooie ogen. Willen jullie mijn ogen even zien? Ja. Goed voor mij om even te knipperen, er zit nog een beetje zaad in mijn oog. Is dat meteen gefixt? Oké. Ja, jullie mogen mijn oog wel zien, maar dan krijgen jullie ook een vieze grap. Oké, mijn hoed doe ik een beetje een soort zo. Is dat oké? Ja. Oké. Ik vraag overal graag toestemming voor. Ik heb het naar mijn zin. Wij ook. Voor de flower. Jullie denken, wat vraagt hij dat veel, hè? Maar hij doet het niet. Nee, dit is een grapje. Dit is een ingewikkelde technische situatie. Het komt, ja, het is gewoon... Oh, maar dit is wel sexy, hoor, Joost. Easy if you try.
to the fact. Get some nerves, can't relax. Can't sleep, better fine. Don't touch me, I'm a red light, why? Tweede refrein, proberen we het nog een keer. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything, ain't it? And I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 better. Net alsof we allemaal bij mij thuis voor de open haard zitten nou. Op een groot tijgervel. Met een grote fles olie. Oh. Toch? Lekker. Allemaal. Nee, maar het is wel lekker intiem vibe zo, vind ik. Akoestisch gitaartje erbij, lekker zingen samen. La 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 la. So fine, she's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Now doing this hush hush. One, two, three, four. Hush hush. Got it early in the morning. Hush hush. Got it late in the evening. Hush hush. Got it early in the morning. Hush hush. Got it late in the evening. Hush hush. Early in the morning. Hush hush. I'm drinking a little later. Hush hush. Baby, baby. Hush hush. Baby, baby. Hush hush. Baby, baby. Hush hush. Baby, baby, baby. Hush hush. Een paar mensen misschien omhoog. Hush hush. Lekker! Hush, hush!
Nog hoger misschien? Hush, hush! Lekker! Hush, hush! Kom op! Hush, hush! Oh. Hush, hush! Daar zet ze! Ja, en ik kan zelf niet zo laag. Ik kan zo... Hoes, hoes. Dat is zo'n beetje het laagste wat ik heb. Ik kan wel lager. Hoes, hoes. Wow. Zijn die stoere kerels in Ede. Ik ben naar Jet Rebel Show geweest, laatst op laag zoomen, joh. Hus, hus. Ik deed het laagste van de zaal. Dat was ik. Oké, dus heel laag, heel hoog en alles ertussenin. Here we go, 2, 3, 4. Hoes, hoes. Hoes, hoes. Heb jullie zin vanavond? Ja! Ik ook. Het is toevallig. Just for one day.
Because we could be heroes just for one day. Kun je dat ook even opruimen? Yep. Thank you. Thank you. Kun Giel en ik kennen elkaar van de Star Wars Club. Star Wars fans in de house? Ja, toch? Waar, overigens. Ja, ik vind dit gewoon een mooi nummer om mee af te sluiten. Voor de mensen die het eventueel kennen, maar dit is een nummer wat heel erg, ja, wat gewoon gaat over, ja, wat we eigenlijk aan het doen zijn. Op pad met elkaar, op tour met elkaar. Hoe het een beetje is achter de schermen zit er in dit nummer. Dit is geen grap, trouwens. Nee. Hoor, sommige mensen denken, nou gaat die toch wel de babbe doen. Nee, ik ben benieuwd of jullie het kennen, want als je het kent, dan hoor je het meteen. Ja? Ja, ik hoor iemand James Brown zeggen. Get up. Get up. Get up. Shake your money maker. Now the seats are all empty. Let the roadies take the stage. Wrap them up and take them down. You're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage. Set it up in another town. Tonight the people were so fine. You waited there in line. And when you got up on your feet, you made the show. Ja, dat klopt helemaal, behalve jullie hebben de hele avond gezeten. Als een lui. And there was sweep, but I can hear the sound. Slamming doors and falling chair. And that's the sound they'll never know. So roll them cases and lift up them amps. Pull them trusses down and get them up them ramps. Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when the last guitar been packed away, you know that I still wanna play. So make sure you got it all set to go when you come for my piano. Drive all night, we got a show in Chicago. Of
os. Het is morgen. I don't know. We play so many shows in a row, and these towns all look the same. So people, you got the power over what we do. You can sit there, or you can pull us through, sing a song, play along. You know you guys can't go wrong. 'Cause when the last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So make sure you got it all set to go when you come for my piano. Blijkbaar wou ik dat nog een keer zingen. Vind ik zo'n mooi stukje wel. Luisteren jullie een beetje naar teksten eigenlijk? Wel hè, want ik heb heel erg mijn best gedaan. Alles keurig netjes uit mijn hoofd te leren. Want hij zingt eigenlijk van, als alles al opgeruimd is, alle gitaren zitten al in de bus, dan wil ik nog spelen. Dus zorg dat je alles ingepakt hebt en dat je als allerlaatste mijn piano meeneemt. Want dan kan ik nog even spelen. Terwijl de rest al het zware werk aan het doen is, zeg maar. En wat er gebeurt. Ik denk ook dat ik deze vleugel ga jatten vanavond. Oké, ik probeer het gewoon nog een keer. People, you got the power over what we do. You can sit there and wait. You can pull us through. Sing a song. Play along. You know you guys can do wrong. 'Cause when the morning sun comes crashing down, you'll wake up in your town. And we'll be scheduled to appear a million miles away from here. So won't you stay just a little bit? We wanna play just a little bit longer. 'Cause the promoter don't mind and the union don't mind if we take a little time on the east of mine. We do one more song. Okay? Komt-ie.
ligt hier. Mag ik jullie heel snel eventjes voorstellen aan mijn geweldige crew? Ja, dan gaan jullie gewoon klappen, dacht ik zo. Ja! Dames en heren, Joost van Kluik. Ja! Samen met Ruud Kruijer. Ja! Johan. Ja! En Tessa. Ja! Woe! Ja, de een is nog aantrekkelijker dan de ander. Het zit er helemaal goed eigenlijk. Nee, ik denk, drugs of zo? En er staat me inderdaad iets van bij dat ik iets in die hoed heb gedaan. Dat is het ook alweer. Nou goed, dit is een mysterie wat we samen delen. Want ik weet het ook niet, maar dat zit ja. Ja, dit was niet de bedoeling. We zien het spel in mijn hoofd. Anyway. Vet awkward. Nee, maar mag ik oprecht zeggen, namens ons allemaal en namens... Ja, nu vind ik het heel spannend. Nee, maar ja... nu vind ik het echt een beetje... Maar goed dat ik heel lang cowboy ben geweest. Nee, maar ik wou zeggen tegen jullie wat voor geweldig publiek jullie zijn om voor te spelen. En ja, dat is soms moeilijk om te zeggen, maar ik meen het bloedserieus. En ik denk ook dat jullie eventueel aan me gemerkt hebben dat ik zelf ook plezier heb gehad. En ja, ik wil jullie daar heel, heel erg voor bedanken. Jullie klappen voor mij. Ja, zullen we eens heel even stil zijn? Gewoon heel. Dit is voor jullie. Ook voor het balkon trouwens. Ja, we kunnen wel even van beneden voor boven. Want ja, nee, maar ik merk het, zeg maar, van het balkon is heel donker. Maar er zitten wel mensen. En die denken soms bij zichzelf, zou die ons wel zien? Speelt hier wel voor ons? Ja, ik speel ook voor jullie. Beneden we klappen voor ons. Ja, jullie zijn waarschijnlijk de knapste van allemaal. Daarom zitten jullie boven in het donker, anders is het te afleidend voor mij. Ik zit hier beneden met... Ja. IJs. Rare grappen wel, hè? Rare grappen wel. Maar ik vind, ja... Ik vind het gewoon fijn. Weet je, ik doe dit al een hele tijd. En er zijn dagen geweest dat ik mezelf echt het podium op heb moeten duwen. Of iemand anders deed met een schop. Je zal erop. En weet je wel, want ik bedoel, het is het mooiste beroep wat er is. Maar er zijn dagen, dan zit je niet goed in je vel. Dan is het een zwaar beroep. Want als je niet goed in je vel zit, is het doodeng voor een groep mensen. Dus stel je maar voor. Als je echt niet lekker voelt, weet je, mensen gaan vermaken die eentje is soms doodeng. En ik weet niet, ik merk dat dit soort avonden gewoon, het is absoluut het allermooiste beroep wat er is. Joh, wat heb ik nou gedaan hier? Ik heb wat liedjes gespeeld in het leven. Ik heb daar grappen gemaakt, soms lachte er iemand. Ik vind een geweldige avond. Ik heb uit de bodem van mijn hart super bedankt daarvoor. En nu... Yo!
to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the day.
Thank you.
Ja.